Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso speelt The Captive's Hymn en Elise zingt mee. Wat betreft het verslag van deze herdenking van vandaag op NPO 1 is dit het. Tussen 1942 en 1945 maakte de Japanse bezetter veel slachtoffers onder de Indonesiërs, de Molukkers, Chinezen en de Indische Nederlanders. Vandaag stonden we stil bij enkele van die vele verhalen van die oorlog, waarvan de gevolgen nog altijd voelbaar zijn. De herdenking gaat nog even door hier. En dat kunt u ook blijven volgen via de site van de NOS. De app ook van de NOS. En op NPO Politiek en Nieuws kunt u eventueel verder kijken. Op deze zender nu uiteraard het 8-uur-journaal van de NOS. En vanuit Den Haag wens ik u een mooie avond en dank voor het kijken. De voorzitter van de Eerste Kamer en de voorzitter van de Tweede Kamer leggen een krans namens de Staten-Generaal.